We willen graag een Verenigd Europa, ja, om daar een eerste stap te zetten. We hadden ons gezworen, het kan nooit meer. En kijk, ja, nog geen 50 jaar later. Met, is het zo dat we niks kunnen doen of dat we niks willen doen? Wat is het nu? Ik denk allebei. Het is schizofreen, hè? Ik bedoel, als je rationeel denkt, dan moet je meneer Leijzen gelijk geven. De mensen die nu het hardst roepen van verontwaardiging om de toestanden daar, zullen ook het hardst roepen, ja, als de eerste Belgische blauwhelmen in bodybags terugkomen in ja, Melsbroek. Het terrein is bijna niet te bevechten. Alle militaire experten zeggen dat het begint met de bombardementen en je moet al je blauwhelmen die er nu humanitaire hulp brengen terugtrekken. Zoveel argumenten zijn dat. Maar langs de andere kant is het toch grotesk en mensonterend wat daar gebeurt. En hoe kan je bijvoorbeeld, want van ja, dat de Serven slechteriken zijn en zo, dat weten we wel, maar die internationale diplomatengemeenschap, hoe kan je dat doen? Welke knop moet je in je hoofd omdraaien om kerels als een Milosevic, om kerels als een Karadzic, die moreel en politiek verantwoordelijk zijn voor massaverkrachtingen, voor etnische zuiveringen, voor het ombrengen van dorpen, hoe ga je daarmee aan tafel zitten? Die kerels horen toch niet thuis in al die diplomatische steden, Genève en Brussel, die moeten in Den Haag zitten op de bankjes van het internationaal gerechtshof. Daar horen ze thuis. En dan zie je dat die internationale gemeenschap ook dat niet aandurft. Dat daar, bijvoorbeeld, ik zag een aantal weken geleden beelden die mij bijbleven. Een Bosnische verkrachte vrouw die luisterde naar een uitleg van een onderhandelaar en daarna begon te wenen. En die man zei van, wij wisten het. De CIA had bewijzen. Wij wisten wat daar gebeurde en we hebben het maanden stilgehouden omdat het ons politiek niet uitkwam dat we eerst de diplomatieke weg wouden bewandelen. Ja, een adviseur van Clinton die dat toegaf, dan zeg ik met wat zijn we ja, bezig? We gaan even naar Somalië, als u het goed vindt. Daar zijn ook de Verenigde Naties en dat is daar ook allemaal niet zo erg succesvol. De manier waarop het verloopt, wat gaat er fout? Ja. Is de acties een doel voorbijgeschoten? Dat is klassiek. De bevolking keert zich tegen de bezetter. Maar degene die komt helpen wordt op de duur de bezetter. Hij moet zich inmengen in interne discussies in het land. En hij moet partij grijpen en hij krijgt moeilijkheden. Maar moest Amerika dat doen? Amerika heeft de blauwhelm hebben jacht gemaakt op Aidid. Als u die beelden gezien hebt van de reden voor de interventie, de beelden van die kinderen die er allemaal sterven van honger, dan hebben we juist gehandeld. Mm-hmm. Maar zoiets ontwikkelt zich en je moet op een bepaald ogenblik standpunt innemen en dan krijg je die zaak zoals met Aidid en dan word je eigenlijk uit het land word je de bezetter, er is niets aan te doen. Zo, het is veel, natuurlijk veel cynischer dan dat. Hè. Het is niet van kijk naar die kindjes en dan hebben we goed gedaan. Waarom zijn de Amerikanen daar binnengekomen? Omdat Bush nog een laatste verkiezingsstunt geprobeerd heeft. Kan ik nu het grootste gevaar dat die blauwhelmen. Het grootste gevaar dat die blauwhelmen daar liepen was dat ze zouden gestruikeld zijn over de kabels van de tv-camera's tijdens de landing. Ja, dat is in Joegoslavië was het gevaar natuurlijk iets groter. Ik denk dat de moderne democratie. Ik denk toch niet dat je de zaak te cynisch mag bekijken. Ik geloof dat daar zeer positief werk verricht is in Somalië. Dat in een eerste fase de hongersnood en alle de voedselhulp die een militair-technische ondersteuning vroeg, dat een succes was. Dat was de eerste doelstelling uiteindelijk. Dat was ook de eerste doelstelling. En ik geloof dat de idee van soldaten zonder grenzen, dus die in bepaalde omstandigheden beperkte opdrachten hebben, ik vind dat goed. En ik denk dat de rol daarvan van de blauwhelmen en van Amerika, van onze troepen ook, dat daar zeer positief is. Ik zou het allemaal niet te cynisch en niet te... Het is zeer moeilijk om niet cynisch te zijn. Ik denk dat zijn eerste experiment. Ik denk dat we naar een totaal nieuwe wereldorde aan het gaan zijn. En dingen die nu gebeurd zijn in Joegoslavië, in Somalië, zijn dingen die wijzen op een nieuwe ontwikkeling waar de internationale gemeenschap mee verantwoordelijk is. Ik denk dat we dat moeten positief bewijzen deze gevallen niet evalueren. Dat de nieuwe wereldorde dat eigenlijk een grote wanorde is. Ja, precies. Ik heb heel grote problemen met wat Brigitte net ook al zei, de manier waarop. En meneer Leij zegt dan, ja, dat is de telegratie. Ik heb daar weinig mee. Ik bedoel, de manier waarop de Amerikanen aan land gekomen zijn en inderdaad struikelend over tv-kabels bewijst, denk ik, tenminste voor mij, dat we niet op een golflengte zitten waar die landen, we kunnen die zo niet helpen. Wij zitten met een foute mentaliteit daartegenover. We maken er een prachtig showbeeld van als we aankomen. En inderdaad, daar is natuurlijk heel goed werk gebeurd. Die mensen, daar is voedsel uitgedeeld. Maar om daar aan de basis iets te gaan veranderen, zijn we duidelijk niet klaar.
Dat is een taak voor Hof. Of het goed was of slecht, zullen we kunnen maken nadat we 6 maanden weg zijn. Dan zal men eerst kunnen zien of dat dus een zin gehad heeft of dat men in de oude toestanden vervalt. En ik heb hoop dat het zich stabiliseert. Maar we spraken er juist over de onzekere toestand en de nieuwe wereldorde. We komen uit een periode van 45 jaar stabiliteit. En als men de huidige periode is een periode van een overgang en er is een zekere radeloosheid in de wereld. Ik zou het de periode van de radeloosheid. En we zullen naar een nieuwe orde gaan. Maar dat kunnen we nog niet ontwaren. En dat is het probleem van deze tijd, dat we ons in een overgangsperiode bevinden. Ja. En als we praten over stabiliteit, praten we dan toch niet over een heel klein stuk van de wereld? Die stabiliteit, die 45 jaar... Afrika valt daarbuiten. Maar er was een zekere stabiliteit. Iedereen had zijn cliënteel, dat was niet mooi. Maar de ene was voor zijn dien, de andere was voor zijn dien. Werd gefinancierd door de ene en de andere door de andere. Mevrouw Raskenhoff. Ja, wat in Somalië gebeurt, komt op mij over zo'n heel oud verhaal. De krijgsheren, mij doet dat denken aan de krijgsheren in China in het begin van de eeuw of aan de leenheren in de middeleeuwen. En dat gruwelijke beeld vond ik van die Amerikaanse soldaat, of gedood, van wie het lijk werd rondgesleept over de grond. Dat is het beeld van Homerus, dat is wat met Hector gebeurt rond de wallen van Troje. Daar dacht ik ook meteen aan. En dan denk je, maar het gedrag van de mensen is zo weinig veranderd op het gebied van geweld en oorlog. Als ik u goed begrijp, moeten we daar eigenlijk wegblijven dan? Nee. Ik geloof dat is de discussie die we in de komende jaren, en Yves de Smet heeft het daar straks ook gezegd, de discussie over in die landen een rol spelen, heeft tot gevolg dat we inderdaad soldaten zullen hebben die sneuvelen, dat er beelden zullen zijn gelijk die Amerikaanse soldaten. En we hebben meegemaakt in Amerika, er waren er 20 gestorven en de zaak werd afgeblazen. De minister van Defensie moest ontslag nemen enzovoort. Dus, maar de vraag is, zijn we daarmee klaar? En ik heb de indruk dat we daar niet mee klaar zijn met die discussie. Het binnenland. Bijzonder druk jaar geweest voor de regering De Hane. De federalisering van het land is een feit en het globaal plan is afgelopen herfst ook goedgekeurd. De gemeenteraads- en de Europese verkiezingen komen er nu aan. Een bijzonder druk politiek jaar dus. De partijen zijn zich volop aan het herprofileren. Misschien ook een beetje met die vrees in het achterhoofd. De vrees voor Italiaanse toestanden waar de traditionele partijen helemaal van tafel zijn geveegd. De meest markante binnenlandse momenten in gezelschap zo waren van Placido Domingo en het Philharmonia Orchestra van Londen met muziek van Tchaikovsky.
Wat baat een kaars en bril als een uil, pardon, als de haan niet zien wil. Ik dank u voor uw aandacht. Gisteren stonden we aan de rand van de afgrond. Vandaag staan we stapje verder. Dit globaal plan, weg ermee. Je zag nog een glimp van Carlo de Benedetti daar straks. Zo'n vaart als daar in Italië zal het hier wel niet lopen. Want wat men ook zegt, de partijen beseffen dat er iets moet veranderen. Ze zijn volop bezig zich te herschikken. Er is zelfs sprake van een nieuwe politieke cultuur. Misschien wel, Yves de Smet. Gaat het weer de goede kant op met onze politiek? Er zijn, zoals in ieder maatschappelijk fenomeen, tegengestelde krachten. Ik denk dat je een aantal mensen hebt die het nog altijd niet doorhebben. Ik verwijs naar de Augusta-affaire. Naar wat men het Palermo aan de Maas begint te noemen. Die hebben het duidelijk nog niet door waar het over gaat. Langs de andere kant zijn er een aantal mensen die, en ik ben heel blij dat ik dat eens kan zeggen, die voor mij de politiek eindelijk nog eens boeiend hebben gemaakt het afgelopen jaar. Aan wie denk je? Voor mij de twee figuren van het jaar binnenland zijn De Hane en Verhofstadt. Omdat zij eindelijk terug een thematiek in die politiek hebben gebracht. Waarover je eindelijk eens iets zinnig of onzinnig kan zeggen, maar iets dat de moeite waard is, iets dat de mensen aangaat, hun toekomst, hun pensioen, wat er met hun kinderen gaat gebeuren, wat hun loon zal zijn in de werkstelling. Politiek is eindelijk opgehouden met van ik heb dat maatregeltje en jij niet, en jij bent de slechte en ik ben de goeie. Of we zijn eindelijk gestopt met te praten over een dorp met 3000 inwoners waarvan een burgemeester geen Nederlands wil praten. We zijn terug over zinnige dingen bezig. En er zijn mensen die daar ook zinnige antwoorden op hebben. Verhofstadt heeft een heel mooie analyse gemaakt van wat er fout loopt met de democratie. Wat daar bedreigend voor is. Hij geeft daar een aantal remedies voor waar je het mee eens bent of niet. Maar hij dwingt heel die wedstrijd een debat op. En dat is boeiend. En je ziet dat dat resultaat heeft. Je ziet hoe in al die partijen wordt nagedacht van ja, kijk, meer rechtstreekse democratie, dat is een idee. We gaan onze voorzitter rechtstreeks verkiezen. Je ziet overal dat gaan. En dan heb je daar die bulldozer, die met een ware doodsverachting de ene onmogelijke coalitie na de andere in elkaar smijt. Zich niks aantrekt, en dat is een zeer goed punt voor hem, van wat het de dag erna over hem in de kranten verschijnt, maar zich enkel iets aantrekt van wat zijn kinderen over hem zullen denken. Die op termijn kijkt, die ziet van we staan voor een totaal nieuwe economische wereldorde. België met zijn open economie ontsnapt daar niet aan. Daar gaan hier slachtoffers vallen. Hoe pakken we dat aan? Hoe verzachten we die schok?
daar kan je ook weer over discuteren dat zijn remedie de juiste is, maar hij ziet het probleem. En het botsen, het spel tussen die twee, heeft voor mij het jaar goed gemaakt. Jean-Luc de Haan, de redder des vaderlands, meneer Leijzen. Ik heb de juist dezelfde dat heb ik niet gezegd. Ik heb dezelfde opvatting. Ik geloof dat dat de twee politieke figuren zijn die de scène beheerst hebben dit jaar. Elk op hun manier en met hun verdiensten. U zat er af en toe ook bij, maar... Ja, goed, maar dat is een ander probleem. Maar ik geloof dat er politiek een diepgaande mutatie aan gang is waar wij de omvang van nog niet herkennen. Ja, het begin van mutaties kunt je moeilijk herkennen. Ik denk dat het politiek klimaat verandert en dat er iets gaat gebeuren. En ik geloof dat we, als we een verandering moeten aanbrengen, dat de burger dichter bij de politiek, de directe verkiesbaarheid van de mandatarissen, dat lijkt mij belangrijk, dat mensen geen lijsten meer voorgeschoten krijgen waar ze niets kunnen aan doen. Dat ze hun voorkeuren kunnen uiten. Ik denk dat zijn belangrijke dingen en dat gaat komen. Maar het begin is gemaakt. Ja. Er worden over werkelijke problemen teruggediscuteerd. Zoals de Bouw, geloof jij opnieuw in de politiek? Dat is moeilijk, we gaan van ver terug. Ik ben ermee akkoord dat er een nieuw elan is, of dat er een dynamiek is die... Er wordt teruggepraat tenminste over dingen, dat vind ik wel. Aan de andere kant, ik ben niet zo thuis in economie en in... Maar ik leef in Brussel, in het hart van Brussel. En, of tenminste, daar heb ik tot voor kort geleefd. En daar zie je de tijd veranderen heel sterk. Ik vraag mij ook altijd af of de mensen die het dan in handen hebben, of die daar komen waar ik rondloop. Ik zie op 5-6 jaar tijd mensen met zakken en in kartonnen dozen de stad intrekken. En ja, plots zijn ze er dus. En dan denk ik, die kloof wordt dus veel te groot, dat is niet meer te verdragen. Wat doe ik, ook ik? Ik ga dus in Lennik wonen, dat helpt. Ik zie ze niet meer. Dat is wat wij allemaal ongeveer aan het doen zijn. Als we daar een beetje centen voor hebben of een beetje ons dat kunnen veroorloven, dan doen we dat. Maar als je met je neus opleeft, dan zweer ik je. En dan heb je nog een burgemeester die de banken op de boulevards wil weghalen, omdat die mensen daarop slapen. Dat is een burgemeester van een hoofdstad van Europa. Dat is ook een politicus. Hoe komt die man daar in Zevensnaam? Hoe kan dat zo iemand daar die stad in handen krijgt? Dat is niet het onderste van de kan, hè? Nee, dan moet hij misschien toch graag een reactie daarop. Het is nog veel werk op de plaats. Ja, mij om meneer De Maret te verdedigen, geloof ik. Zou een mogelijke opdracht. Ja. Trouwens, die banken die staan er nu terug, die zijn niet weggehaald. Dus onder druk van gewoon het denken van de man is toch... Maar dus ik betreur ook dat de hoofdstad van België zo'n burgemeester heeft. Maar daar gaat het niet om. Maar ik vind het positief, hetgeen Yves de Smet en André Leijzen zeggen, dat inderdaad de politiek na de verkiezingen van 24 november 1991 inderdaad zichzelf heeft herpakt. Je ziet dat in de partij. Kijk ook dat naar heb mijn... ik niet gezegd, hè? Oppassen. Nee, maar dus ik heb gezegd, er zijn een aantal topfiguren die duidelijk begrepen maar hebben. Maar ik bekijk er het ruim altijd voor de rest. Ja, dat wel. Maar ik denk dat er een onderscheid is hier tussen Vlaanderen en Wallonië. Nee. Ik denk dat bijvoorbeeld in zaken een Augusta-zaak in Vlaanderen zou anders bekeken worden dan in Wallonië. Kun je spreken van een andere politieke cultuur dat, in Vlaanderen en Wallonië? Ja, ik denk dat trouwens de verkiezingsnederlaag van de traditionele partijen was veel groter in Vlaanderen. De versnippering is ook veel groter in Vlaanderen. En de druk ook van publieke opinie, pers enzovoort op de politiek om te veranderen was veel groter. En je ziet in de partijen een nieuwe dynamiek tot stand komen. Het is allemaal nog... heel amateuristisch, het is misschien nog allemaal niet heel duidelijk. Inderdaad, wat met de VLD gebeurd is, heeft zijn weerslag op ook andere partijen. Maar ze doen het dan ook, ze reageren daarop. Ze zoeken naar nieuwe methoden om Mevrouw politiek Raske, te doen. Ja, ik wil eventjes toch zeggen dat ik vind dat de KS-affaire ook behoorlijk stinkt. Als je het vergelijkt met Augusta. Je wekt een beetje de indruk van wij in Vlaanderen... Ja, zijn toch wel maar we hebben die zaak ook aangepakt. He. We hebben een onderzoekscommissie dingen, opgericht. Daar zijn daar een aantal hoofden gevallen. Men heeft nu een totaal nieuwe structuur. Men heeft die zaak op de bot uitgebeend. Daar zijn de verantwoordelijkheden vastgesteld. Dus in Vlaanderen heeft men die zaak werkelijk in de hand genomen en gepoogd van haar oplossingen te zoeken. Bon, kijk, we gaan er geen debat van KS over maken, want dan zijn we nu vertrokken. Ik deel uw conclusies in ieder geval niet daarover. Maar het kan zijn dat... de vuile kanten van de politiek duidelijker naar voren komen in Wallonië. Maar mocht u verstaan hebben dat ik zei dat Vlaanderen nu een politiek nirvana heeft, dan hebt u mij verkeerd begrepen. Ik heb gezegd, er zijn een aantal topfiguren die het begrepen hebben. En er zijn nog heel veel parlementsleden die het nog niet begrepen hebben. Het is wel zo dat de vuile zaken... Dan heb ik het niet over u, want hoewel ik waarschijnlijk met de helft van uw denkbeelden en opvattingen absoluut niet akkoord ga, moet ik u geven dat u een van de hardwerkendste parlementsleden daar bent. Kunnen we geen consensus vinden dat er dus die twee politieke sterren dit jaar zijn, dat is Verhofstadt en De Hane.
En dat er toch hoopvolle tekenen van verandering zijn op het politieke vlak. Ik geloof, daar kunnen we eigenlijk toch min of meer akkoord gaan over de graad. Misschien is er een debat, maar er zijn tekenen, er is een vernieuwing. Ja, ook ja op maar het... die discussie wordt dus toch nog niet voldoende gevoerd. Wel toch in bepaalde kringen, dan moet beginnen in kleinere kringen te werken. Een voorbeeld dat toch enorm belangrijk is, die Sint-Michielsakkoorden zijn gestemd in het parlement met de stemmen van de oppositie van Agalef, Ecolo en de Volksunie, die daar geen enkel partijpolitiek belang onmiddellijk bij hadden. Dat is een discussie die ik ook heb meegemaakt in het parlement. En volgens mij is dat ook nieuwe politieke cultuur. U wilde het over de ecotax hebben. En als we vandaag kunnen praten over de reële problemen, is omdat er daar een Sint-Michielsakkoord geweest is. Omdat die hypotheek gelicht is. Ook met medewerking van de oppositie. Dat zou ondenkbaar geweest zijn. Er ligt een kleine smet op en ik citeer het altijd in het buitenland als voorbeeld van een Belgisch compromis, dat de grondwet veranderd is en dat we daarvoor 10 of 20 frank op de flessen moeten betalen. Ja. Even op het terrein komen van Jos de Pauw. Heb je een terrein? Ja, ik denk het wel. Dat van de culturele ambassadeurs. Vlaanderen wordt gepromoot door Luc van den Branden in binnen- en buitenland. En daar zijn culturele ambassadeurs voor. Het zijn mensen zoals u, vindt u daarvan? Ja, ik vind het nu, ik heb natuurlijk de tijd gehad om erover na te denken nu. Ik vind het geen goed idee. Ik vind het op een of andere manier voel ik het aan als een beperking van de vrijheid van een kunstenaar. Ik vind dat een kunstenaar absoluut niet moet, of zelf moet zorgen dat zijn werk onmogelijk gerecupereerd kan worden door welk gedachtegoed dan ook. Ik vind dat je, als ik zie eens wat kijken van La Petite Bande, een ongelooflijk goed barokorkest, wordt gevraagd van cultureel ambassadeur te worden, maar wel een tweede naam aan zijn groep te geven, namelijk Barokorkest van Vlaanderen. Dan vind ik dat allemaal heel flauw. Siegeswold heeft dan ook terecht geweigerd. Zou u weigeren? Ik zou nu weigeren, maar ik weet niet of ik... Het is natuurlijk een oude truc, je hongert eerst uit en dan kom je met geld. Want er is veel en dan geld zeg je aan verbonden. Want elke kunstenaar heeft wel ideeën die met geld te maken hebben en die je dan plots ziet dat hij ze kan uitvoeren. Ja, dat is verleidelijk. Ja. Met veel geld in uw handen denken. Ja, Brigitte Raskin, Vlaanderen wordt stilaan volwassen en stuurt zijn culturele ambassadeurs uit. Er zit veel geld aan vast, zou jij ja zeggen? Ben jij een cultureel ambassadeur? Nee, ik ben het niet. Nee, ik ben er dus ook geen. Ik weet niet of ze eerst moeten uitsturen. Laat ze eerst maar hier in Vlaanderen aan het werk. Dat vind ik trouwens een van de zeer positieve ontwikkelingen in 1993, dat nu die Vlaamse regering toch zelfstandiger volop bezig is, dat iemand als Hugo Weks, ik zal niet zeggen dat hij al een goed letterenbeleid, om mijn sector te noemen, voert, maar hij is daar zeker mee begonnen. Dus die samenwerking met Nederland, waar hij plannen voor heeft, de subsidiepolitiek die aan het veranderen is, de manier waarop hij ernstig ingaat op onderwerpen die aan bod komen in de culturele sector, dat lijkt mij allemaal heel hoopvol. Ik vind eigenlijk dat die... men komt nogal rap naar voren met Van den Branden, hè, die een Vlaamse voetbalploeg wil en zo. Nu, Van den Branden heeft inderdaad veel aan vendelgezwaai gedaan, vind ik. En dan denk ik vooral aan, je hebt dan die belachelijke scènes op televisie van den Branden op bezoek bij Spitaals op bezoek bij Van den Branden, Van den Branden op bezoek bij Lubbers, die niet goed weet wie Van den Branden is en zo. Dat noem ik het vendelgezwaai. Maar de loper wil heeft, ja, of niet? Ja, dat is het vendelgezwaai, maar daarachter vind ik dat die Vlaamse regering, om ook Norbert de Batselier te noemen, die je moet het maar aan de hand hebben, minister van Leefmilieu zijn, en je naam moeten maken met het mestactieplan. Hè, daar. Maar ik vind dat, je hebt de indruk dat die mensen aan politiek aan het doen zijn, in hun uitvoerende functie, zowel Wex als de om dit thema af te ronden, u gelooft ook niet in dat vendelgezwaai van de Vlaamse regering? Ik ga me veroorloven van geen commentaar te geven. het is natuurlijk moeilijk om iets serieus te nemen wat Luc van den Branden doet. Ik bedoel, die man heeft een persoonlijkheid, en daar kan hij ook niks aan doen, maar hij heeft zo'n hoog baas Gansendonk gehalte. Dat enkel de term minister-president. Ja. Hij is nog minister, want hij is lid van een executief. En hij is ook niet president, want hij is niet verkozen in die functie. Maar ik zou de kunstenaars, en dat is één lijn, en er is een hele mooie versregel. Ik denk van de Woestijnen, die eigenlijk als motto voor die Vlaamse kunstenaars zou moeten gebruikt worden ten opzichte van Van den Branden. Minacht een burgerman, doch ledig zijn de kruiken. Ja, maar ik vind dat gemakkelijk. Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk, dat wordt nog gezegd. Dat is typisch. Dat is, ik begrijp aan de ene kant mensen die in een situatie zitten waarin dat geld welkom is. En het zal ver van mij zijn om iemand te gaan verwijten dat hij het aanvaard heeft. Maar het is zeer gevaarlijk van die stelling
te hanteren, omdat je dan al... Ze vragen iets van je, weet je. Ze geven geld en ze vragen iets van je. De merknaam Vlaanderen verdedigen. Dus ik ga spelen in Barcelona en ik moet overal gaan zeggen, ik kom uit Vlaanderen. Ja, nee, ik ben Belg. Laat ons daarmee beginnen. Dat is, en ik ben in Vlaanderen geboren. Maar om nu... Bedoel, je gaat dan zo, wordt mee, zo meegezogen in dat wat je noemt baas Gansendonk in Laven van den Branden, dat ik vind dat je onvrij wordt als kunstenaar. Je lijst toch een beetje commentaar. Ik zou toch nog heel kort willen reageren op Yves de Smet. We hebben nu Vlaamse zelfstandigheid. Ja. En dat is ook een typische Vlaamse trek. We hebben nu autonomie, we hebben nu een minister-president die daarvoor uitkomt, die inderdaad met Spitaals gaat praten, omdat er bevoegdheden van de regio Vlaanderen en Wallonië dat er daar overleg moet gebeuren, dat die naar Nederland gaat voor de waterverdragen. Ja. Wie moet het anders doen? Maar we hebben de neiging om, als er iemand een keer opkomt voor zijn identiteit, als Vlaanderen betekent nu iets, economisch... Dan krijg ik het. Wat is Vlaamse identiteit? De eerste die me daar een goede definitie van geeft, betaal ik dus een dinertje. Wat is Vlaamse identiteit? Ja, maar daar kunnen we een afzonderlijk debat over houden. Ja, maar zijn dat de 100.000 die op het Algemeen Nationaal Zangfeest zitten te zingen? Ik voel me daar niet bij betrokken. Ik ben nog thans Vlaming. Zijn dat de miljoenen die zitten te kijken naar Walter Capriol als hij een Amerikaanse... Het federalisme, het feit dat we Vlaamse autonomie hebben, waarom hebben we dat? Omdat we toch een aantal eigen kenmerken hebben. Waarom hebben we daar 30 jaar voor gevochten, generaties lang? Omdat we toch een aantal eigen kenmerken hebben die we tot uiting brengen in ons onderwijsbeleid, dus cultuurbeleid, economische... Ik voel mij een perfect natuurlijke Vlaming. Ik voel zelfs geen enkel behoefte om dat te affirmeren, omdat ik een zo'n natuurlijke zaak vind. Ik weet dat dat in het verleden... In het verleden is dat niet zo geweest. Dan is daarvoor gevochten moeten worden om een bepaald onrecht in je eigen taal onderwijs te krijgen. Maar die strijd is toch... Gevochten. Van den Branden geeft mij de indruk dat hij nog altijd denkt dat Leuven Vlaams moet gemaakt worden. Nee, dat is al zo. Nee, maar dat hij een strijd voert om op Europees vlak dat we onze taal kunnen gebruiken in internationale instellingen. Ik vind dat hij daar maar terecht voor opkomt. Maar moet hij dat noodzakelijkerwijze doen in die stijl? Nee, dat hij, ja, dat is een stijl en ieder heeft zijn appreciatie. Je zult waarschijnlijk andere mensen waarderen die ik niet waardeer enzovoort. Maar ik vind dat ook journalisten moeten... Niet alleen de mensen op oppervlakkigheden, op persoonlijke, subjectieve dingen, want dat doet ook veel kwaad. Mm-hmm. Hè? Van den Branden voor te stellen als Xavier de Baren en dat soort dingen, daarmee maakt men de politiek ook kapot. Maar opkomen voor uw identiteit als Vlaming in de wereld, het feit dat wij hier investeringen moeten aantrekken, dat wij Vlaanderen moeten promoten, dat ze anders niet komen, dat hij buitenlandse missies doet, dat we nu ook buitenlandse bevoegdheden hebben. Ik vind dat allemaal niet zo raar. Mevrouw Raske, en daar wordt de kunstenaar dan voor gebruikt op dat moment. Dus de culturele ambassadeur is dat dus. Misbruik, dat is, ja, nu, vind ik dus dat wel. Kan ook meespelen, waarom niet? Dat kan een wisselwerking zijn tussen economie en tussen Het mag cultuur. Meespelen, maar waarom mogen ze... Worden. Plots wordt het een argument. Plots wordt het iets van, we moeten die culturele uitstraling ook, die moet ook economisch kunnen doorwerken. Maar de cultuur heeft er alle belang bij, dat men ook sponsors heeft, dat men ook internationaal voorstelt. Het gevaar is dat er een politieke bevoogding komt van de kunst. En dan moet je ook eerlijk zijn en kan niet zeggen dat Van den Branden nog wekst dat op dit moment doen. Nee, natuurlijk niet. Het is niet enkel het vendelzwaaien en de Vlaamse boerenfilms die gevraagd worden om ambassadeur te zijn, maar ook Anna Theresa de Keersmaker, noem maar op. Je kan op dit ogenblik niet zeggen dat ze... het Vlaams zijn of het Vlaams eigene, dat ze dat als criterium nemen. Zoals thema. Iemand overkomt op de mensen, bijvoorbeeld Van den Branden, ja, daar heeft hij toch zelf ook wat de hand in. He, wat wij op televisie zien, hoe hij mensen vinden dat hij goed overkomt. Er zijn er nu toevallig twee die vinden dat hij slecht overkomt. Nee, je zegt hij gaat bij Lubbers over de waterverdragen praten. Over de hanen, in het begin dat hij eerste minister was, was de kritiek, die man komt niet over. Die heeft geen manieren. Wat hebben we nu voor een eerste minister? Nu zie ik hier grote lof over de hanen. Op de Europese top krijgt hij lof van Mitterrand en Kohl enzovoort. Okay. Dus ik wil hebben... Als men begint over de stijl van de mensen... Ik heb de Hanenstijl altijd. Misschien op een andere tafel. Maar laat ons toch de politici niet beoordelen op hun stijl, op hun manier van optreden, hun manier van spreken. Laten we nog een keer kijken wat ze doen. Dat is ook nieuwe politieke cultuur van de journalisten. U hebt volkomen gelijk, maar aan die trend ontkomt u niet. Mevrouw Raske, u hebt het laatste. Dat is dat dicht in onze hand. Maar dat is een trend die je overal ziet. Een politicus zal ook een publiek imago moeten hebben. En je hebt mensen, en het voorbeeld van Frank van den Broeke is aangehaald, die inderdaad een integere en intelligente en hardwerkende mens is, zoveel je wil, maar die nu eenmaal de pech heeft dat hij niet overkomt. Mevrouw Raske, ik heb al 3 keer het slotwoord gegeven. Ja, maar ik wil maar altijd daartussen komen.
Ik wou nog eventjes dit zeggen. Allee, neem zo iemand als Desmarais. U hebt hem daar straks ook genoemd. Als ik die zie, is precies Boma van FC De Kampioenen, die eventjes een nummertje komt. Hetzelfde heb je. Je kan niet naar het journaal kijken of Willy Klaas komt iets heel voorspelbaar zeggen. Het is niet iets Willy Klaas, het is stilaan iets van Xavier de Baar begint te hebben. Laten we even doorgaan op de economie, meneer Leijs. En het globaal plan, zullen we maar zeggen, we hadden het toch over premier De Hanen. U hebt hier 3 maanden geleden gezegd, en ik citeer u, we mogen toen het globaal plan nog in wording was, u zei toen we mogen niet ingrijpen in de cao's, u was toen voor een vermogensbelasting, voor een sterke frank, besparingen in de sociale zekerheid, u zei letterlijk, we moeten iets doen in de kinderbijslag, u zei ook, we moeten de heilige koe van de index in de wei laten staan. U hebt bijna over de hele lijn genoegdoening gekregen, u als zakenman. Het is eigenlijk niet verwonderlijk dat de vakbonden op hun achterste poten gaan staan. Hè? Wel, ik geloof dat er overal ook bij de vakbonden een bepaalde evolutie op gang komt. Maar